Good morning, Agent 47. Goedemorgen. Ja, Agent 47 is een Nederlander geworden. Oh ja, het is gewoon, hij heet gewoon Jan. Ja, hij heet gewoon Jan. Jan Pieter. Jan Bart. Jan Bart is weer terug. Jan Bart is weer terug. Jongens, welkom bij een nieuwe gameplay commentaar. Van een game die eigenlijk de lekkerste game was van de E3, vond ik. En ik ga hem zeggen met een beetje reverb. Reverb erin. Oh, sorry. Hitman 2. Oké. Ja, Hitman 2. Ik was ongelooflijk blij met de game. Ik ben op dit moment ook weer Hitman 1 aan het spelen. Want voor de mensen die het niet weten, Hitman 1 kwam episodisch uit. En dat was voor mij een beetje een dingetje van dat een beetje vervelend. Want dan raak je eruit. Deze game komt gewoon in november helemaal volledig, niet episodisch, op de markt. Daar ben ik heel erg blij om. We mochten Hitman 2 spelen op de E3. En deze missie neemt ons mee naar een raceparcours, zoals je kunt zien. Ja, in Miami. In Miami. Ja. Waar de sterren vertoeven en de zon altijd schijnt. En de cocaïne rijkelijk vloeit. En dat vind ik zo leuk aan Hitman. Niet de cocaïne, maar dat je altijd zeg maar op een plek komt die zeg maar, daar spelen ze heel erg mee. Hè? Met welke plek je komt. En, dit is en wat je daarvoor ongelukken kan creëren. Dat exact, is natuurlijk. Want niemand moord in deze wereld. Het zijn allemaal hele mooie ongelukjes. Absoluut, het zijn hele mooie ongelukjes. En zo ook bij deze missie van Hitman 2. Waar wij een race chick moeten omleggen. En zij is op dit moment ook op de racetrack aan het racen. Ah, kijk, en dan begint natuurlijk het al te spelen van, oh, ik kan een sniper meenemen en ik kan ergens op een gebouw haar gewoon uit die auto gaan snipen. Voilà. Of ik infiltreer. En ik heb het idee dat jij meer zo'n gast bent die dan ook hier gaat infiltreren. Nou, kan u wel heel stoer doen om dat te zeggen, ja, zo ben ik. Maar wij mochten maar één route bewandelen van de ontwikkelaar. Want we hadden maar een half uurtje de tijd. Dus ja, als je gaat zitten klootviolen en gaat zitten uitzoeken, dan ben je al snel uren bezig met zo'n level. Maar dus toch mooi dat we dit al zo vroeg hebben mogen spelen. Ja, echt heel vet. Ja. En wij gaan een bepaalde route bewandelen waarbij het uiteindelijk de bedoeling is dat wij haar in de auto opblazen. Ja, dus het is jouw complete gameplay, maar we hebben een paar knipjes gemaakt zodat we in ieder geval de highlights te zien krijgen. Ja, want ik was af en toe, ondanks dat ik niet mocht zoeken, was ik toch af en toe aan het klootviolen. Oh, wauw. Ja, dat komt wel eens voor. Dit is trouwens iets nieuws van Hitman. Het is duidelijker geworden waar een camera zicht op heeft en je ziet dan ook linksboven dat je wordt gefilmd. Wat heel erg handig is, dat je door hebt van oké, deze run is nu al een soort van busted, omdat ik op de camera sta. Je staat op de camera. En dat was in Hitman 1, kon je ook gezien worden door camera's, maar het was minder duidelijk. En dan hoor je altijd achteraf van, you've been spotted. En dat is best wel frustrerend. Hier is het eigenlijk, je hebt zoiets van, makkelijker ik wil gemaakt. Even blijven staan, zodat hij een goed beeld van me heeft. Ja, precies. Nou ja, de ontwikkelaar was nu aan het uitleggen waarom ze hiervoor gekozen hebben. Ja. Want het maakt eigenlijk de game natuurlijk wel iets makkelijker. Het maakt het ook duidelijker, maar dat maakt het ook wel weer, ja, ik weet niet, makkelijker voor spelers. Wat het moeilijker maakt, is dat die man daar in de spiegel linksboven mij nu ook kan zien. Dat is nieuw in Hitman 2. Ja, dat zei hij al in de video preview inderdaad. Ik hoorde het. Ik vond dat heel interessant. De spiegel telt gewoon mee als in je peripheral vision of zo. I know. Dus je moet ook altijd op, want daar gaat de ontwikkelaar natuurlijk ook gebruik van maken. Als ze dit trucje eenmaal hebben geïmplementeerd, dan gaan ze er ook gebruik van maken dat er veel spiegels in de game zitten. Je kunt hem dus niet van achteren besluipen. Je kan hem niet van achteren besluipen, want hij ziet jou. En nou, ik denk trouwens dat het wel kan. Want ik bedoel, je mag wel eens toch achter iemand langslopen. Dat is toch niet zo erg. Ja, oké. Okay, goed punt. Dus, ja. Als je maar blendt in je omgeving, dan kun je alles flikken. Dus dat is een van de nieuwe features van Hitman 2. Overigens is de game verder niet heel erg vernieuwend. Het is wel echt een voortborduren op het vorige deel. Ja, maar je ziet dat ook al een beetje in de hut. En sowieso ook met de korte aankondiging na de eerste Hitman, zeg maar. Ja. Dus dat is wel. Ik heb wel het idee dat ze weten dat ze hier een succesje te pakken hebben. Al is het misschien voor niche. Een van de dingen die ik had kunnen doen is deze guy omleggen en vervolgens zijn pak pakken. Want dan kun je dus als mascotte kun je infiltreren. Dat ja, als ik mascotte kun je natuurlijk ook overal komen. Niemand die verwachten dat een mascotte een mes bij zich heeft. Nee, niemand zou je ook fouilleren of iets. Nee. Maar dat was niet de route die wij moesten bewandelen. Wij moesten een route bewandelen dat wij eerst een security guard moesten overnemen, als het ware. Nou, ik had geen keycard, dus wat druk je dan? Dan druk je op een elektrisch, statisch, alarmachtig dingetje. En dan gaat hij natuurlijk kijken. Hey, something's wrong. Something's wrong. En I'll go check it out by myself. If I'm not back in 5 minutes, everything will be okay. Nou ja, anyhow, hij is daar. Hij kijkt, hij is heel verbaasd. Hij heeft een vraagteken boven zijn hoofd. Dit is bijna het echte leven. Ja, inderdaad. En ik pak hem natuurlijk gewoon even aan. Hoppa, bam. Dat vraagteken had hij zelf ook weer kunnen zien in de spiegel. Ja, had hij zoiets van, hè, waarom heb ik hem? En heeft hij nog een vraagteken. En dan heb je een vraagtekenception. Nou, ik moest nu even het knopje vinden hoe ik me moest vermommen. Ja. Dit is trouwens ook echt mijn gameplay. We mochten het capturen, dus ik heb dit zelf gespeeld. En, fijn dat je jezelf ook een soort van indekt. Zo van, ja, ik kon de knoppen niet vinden. Nee, maar ik vind het sowieso. Als ik het zo zie, heb ik duidelijk het idee dat ze bij IO Interactive weten dat het eerste deel wel een succes was. En ik denk dat zij nu ook heel blij zijn dat ze het niet op hoeven te breken in episodes.
Dat denk ik ook. Ik denk dat ze het heel vet vinden. Sowieso was dat voor heel veel mensen een turndown, hoor. Ik snap ook niet waarom Square Enix afscheid heeft genomen van Hitman. Want volgens mij was het best wel een populaire game. Zo voor de mensen die het niet weten, Hitman zat eerst bij Square Enix. Is overgenomen door Warner Brothers. En Warner Brothers gaat nu in november deze game in zijn volledigheid uitgeven. Dus niet in episodes. Maar volgens mij was het best wel een succes. Dus waarom Square er afscheid van heeft genomen, ik snap het niet zo goed. Nee, ja, misschien juist omdat ze sowieso hadden van... jongens, doe het op episodes. En toen deden ze het op episodes. En toen werkte dat niet helemaal. Maar toen later pas, toen een beetje die Definitive Edition kwam... met alles in één bundel. Maar misschien had wel iemand van I.O. met iemand van Square Enix... Gallum. Een affaire. Ja, je weet het niet. Misschien is het... Ik dacht eerder... een ongelukje. Oh, dat kan ook. Dat is wel meer Hitman. Ja. Hier kunnen we trouwens de videobeelden deleten. Ook weer deleten. Ja, deleten. Kijk, dat je is nu handig, niet ja. meer wordt gezien in de hele kaart. Dat is wel makkelijk als je een beetje het hoofdkantoor van de security opzoekt. Dan is het. Dat is wel een grappig 1-2'tje natuurlijk. Dat je denkt van, oh shit, ik sta op de camera, maar ik wil dit wel met een mooie Silent Assassin rating afronden. Dat je dan in ieder geval nog even langs security gaat. Nou, hier heb ik een klein stukje overgeslagen. Er is iemand die is monteur in de paddocks. En die is nu een drankje aan het doen in de bar. Waarom weet ik eigenlijk niet zo goed? Want zijn bazin is gewoon aan het racen. Dus ik snap niet zo goed waarom hij nu een drankje aan het doen is in de bar. Super chill. Maar wij moeten hem, en dit is heel erg deel 1 ook, hè, wij moeten hem dus vergiftigen aan de bar met rattengif. Zodat hij uiteindelijk ziek wordt. Heb je het rattengif meegenomen of heb je het ergens gevonden? Dat ligt volgens mij hier. Oké, kijk. Dat is ook zo mooi dat in de keuken altijd rattengif te vinden is. Ja, dat is waar. Daar ligt rattengif volgens mij. Boven. Hier zet ik een radio aan. En doordat ik de radio aanzet, komt iemand die totaal niet tegen radio kan, die komt hem uitzetten. Laat hij nou toevallig een pak aan hebben van wat de jij ober, nodig hebt. Wat ik nodig heb. Want dan kan ik een obertje spelen. En als je een obertje kunt spelen, dan kun je iemand gewoon makkelijk vergiftigen. Zo werkt dat. Als ik dat zou doen als security guard, dan werkt het dus niet. Hè? Dan ben je dus suspicious. Want waarom zou een security guard een iets in iemands glas gooien? Dat zijn de leuke mechanieken die Hitman natuurlijk al jaren heeft. Ik ben ook zo blij dat Hitman na Absolution eigenlijk een soort van doorstart heeft gekregen. En ik ben ook heel blij dat Hitman 2 nu een ding is. Want ik wil meer van dit soort. Nou ja, ik ben nu Hitman 1 helemaal aan het spelen. Het is echt heerlijk. Ja, ik kan me voorstellen. Ik speel het op mijn home trainer. Tip voor mensen, want het is een hele langzame game. Call of Duty op de home trainer is niet zo fijn. Goed, ik heb hem inmiddels vergiftigd. Hij is naar het toilet gelopen. En wat mij gelijk opviel is, je ziet op de kaart linksonder zie je dat er 2 mensen in een toilet staan. Daar ga ik straks even kijken wat er aan de hand is. En ik had natuurlijk gelijk de raarste idee, maar daar komen we zo op. Dit is de mechanic. Die heb ik nu, gewoon omgelegd. Nee, maar hij doet een dutje. Je maakt niemand dood, want dat wil je niet. Want dat zijn onschuldige mensen. Het is eigenlijk alleen maar de bedoeling dat je de mensen doodmaakt die jij moet doodmaken. Voor geld, hè? Niet voor de eer of zo. Nee, niet voor de eer. Voor honor. Voor honor. Maar je hebt het net over die kaart. Dit is, neem ik aan, ook weer iets dat op de moeilijkere modi... Wat gebeurt daar binnen? Ze zijn aan het vipen, want het is natuurlijk Amerika. En Amerika wordt niet meer gerookt. Het wordt alleen maar vape life. Vape life, absoluut. Wordt trouwens door iedereen gevaped trouwens. Ja, heel erg realistisch dit. Miami is ook zo'n stad waar dat zo'n ding is. We komen inmiddels in de monteur area, de paddock heet dat geloof ik. Maar goed, verbeter me als niet zo is in de reacties. Maar en ik ben nu een van de monteurs. Niemand herkent mij. Niemand denkt van god, wat ziet er opeens ontzettend kaal en gek Stoïcijns uit. Stoïcijns ook vooral. Ja, waarom is hij ineens zo'n coole dude geworden? Waarom heeft hij een streepscode in zijn nek? Maakt niet uit. We scannen het. Ik ga even praten met de chef. En die zegt dus dat ik me klaar moet maken voor de pitstop. Want ik heb net een wijntje gedronken en ik ben net op tijd terug in de pitstop met een wijntje op om gewoon de schroeven vast te draaien. Ik ben zo benieuwd wat voor situaties Agent 47 nu weer inmikken. Want ik kan me herinneren dat in de vorige game kun je hem laten poseren als een drummer en dan gaat hij ook een zieke drum solo doen. Dus ik hoop eigenlijk ook dat hij hier een rondje kan racen. Of weet je, hij is een alleskunner. Hij is een alleskunner. Ja. Hier worden trouwens een aantal dingen getoond die ik zou kunnen doen. Ik zou de banden kunnen... Dit is wel relatief nieuw, dat je bij een bepaald punt kan zeggen van... oh, ik ga hier voor het een of het ander. Ja, en ik heb natuurlijk remote explosives gepakt. En dus de meest subtiele van oplossingen daar. Ja, precies. En nu ga ik dus zelf helpen met de pitstop. En dan, je wordt ook altijd best wel beloond met een cutscene. Maar voor de mensen, en voor de duidelijkheid, ik hoef haar dus niet om te leggen tijdens de race. Hè. Ik kan ook een andere route kiezen waardoor zij later op het podium pas wordt opgeblazen. Als ze gewonnen heeft of nog later. Of je kunt er gewoon nokken waar ze staat. Gewoon met een mes. Je kunt dus gewoon shanken en gewoon jezelf een weg terugschieten. Zelfs dat is mogelijk, maar dan ga je waarschijnlijk wel dood. Nou ja, goed, de bom is geïnstalleerd in haar auto. Ik ben nu trouwens even iets vooruit. Ik zie er aankomen. Ik heb een soort special vision, waardoor je tegenstander kan zien. Ja, dus ik ben benieuwd of dit op de moeilijkere modi. Ik druk nu op de knop, bam. Ja, en als je op de knop drukt, dan krijg je weer een cutscene. En dan bam, mooi. Mission accomplished. Ze is dood. Maar je kan also snipe. Laten we even zien wat je allemaal kan. Dat willen ze natuurlijk heel graag laten zien. Je kunt snipen. Je kunt
saboteren. Oh ja, dit vind ik ook wel een leuke. Met dit is wel een mooie manier om te... Deze is heel tof, deze is heel tof. Maar dit is een mooie manier om ook te laten zien van... Hey, je hebt het nou zo gedaan, maar vrees niet. Er zijn allerlei verschillende manieren. Ja, en dat is ook in de game altijd een ding. Je krijgt allemaal bonuspunten als je het op verschillende manieren doet. Oh, dude, een kokosnoot is een wapen? I know. Ik ben down. Dit is, kijk uit mijn lood, een kokosnoot. Ja, nee, ik wil alleen maar meer van dat soort gekke wapens. Dit en dit soort dingen, precies dingen op ongelukjes, man. Ongelukjes zijn de beste wapens. En vissen aan zich. Ja, ze weten wat Hitman goed maakt. Ja, gewoon het improviseren. 13 november 2018, hij komt eraan, Hitman 2. Dit was onze gameplay sessie van E3. Thanks Peter. Dankjewel Tom. Wil je meer weten, check vooral Peters volledige geschreven preview van Hitman 2. En natuurlijk de video preview. Allemaal te vinden op gamersnet.nl. Dacht het wel.